Gerda Schotveld en Jan Boon, beide 83, trouwden woensdag 60 jaar geleden en vierden hun diamanten bruiloft bij het Maatveld. Ja, we hebben ons best voor gedaan, hoor. Ja, moest er hard voor werken? Of oh, heel hard. Ging het nog een beetje vanzelf? Ja, ja. Mag ik u de bloemen aanbieden, mevrouw? Ik heb er een papiertje onder gedaan. Oh, dat is niet fijn. U woont eigenlijk in het ouderlijk huis, hè? Ja. Ik woon er al 80 jaar. Even van mijn vierde jaar af zijn we daar gekomen met mijn ouders. Ja, wij konden toen geen woning krijgen, dus we zijn dus bij ingetrouwd. Mijn moeder was alleen, mijn vader is net voor de bevrijding overleden. En zodoende zijn we bij moeder ingetrouwd en ik heb nog enige jaren gewerkt. En toen kwamen de kinderen. We zijn grootgebracht in de gymnastiek. Ja, in de gymnastiek. Heel veel les gegeven, volleyballen. Ja, de kinderen zaten ook in de sport. De kinderen zaten ook in de sport, wat deden die? Hella, die zat, de oudste dochter, die heeft jaren in de gymnastiek gezeten en zo. En de jongste dochter ook. En u bent ook nog heel lang sportief bezig geweest, hè, mevrouw Boom? Wat deed u? Ja, ook gymnastiek, hè. Ook lesgeven aan jongeren, later nog bij de bejaarden. U hebt een heel bijzonder cadeau gekregen, heb ik gehoord. We gaan dus vrijdag naar een weekend met de hele familie. En dan een week erachter blijven zelf met één of twee kinderen over nog voor de hele week dan. Ja. Een vakantieverblijf.